Erwin, dit is dit jaar je vijfde jaar als presentator van de enige echte Leidse Peurbakkentocht. Ja, bizar toch? Tijd gaat snel, maar het is wel heel gaaf om te doen. Want ik ben 5 jaar geleden in de diepe voetsporen van Aad van der Luij, de oprichter van de Peurbakkentocht, mogen stappen. En doe dat nu alweer voor het 5e jaar, dus het voelt heel vertrouwd en ik heb er ongelooflijk veel zin in. Wat maakt het zo leuk? Nou, het is gewoon zo ongelooflijk typisch Leids. Er is nergens ter wereld, geloof ik, een soort carnavalsoptocht over het water. En dat is hier in Leiden wel zo. En de Peurbakken, dat is natuurlijk een oorsprong vanuit de lakentijd. Dat we echt een lakenstad waren en dat de arme sloebers in het water moesten peuren naar voedsel. En ik heb al een voorproefje mogen zien. Ik heb best wel wat dingetjes al gezien. Er zijn veel culturele partijen die zich presenteren. Maar er zijn ook muziekverenigingen die zich presenteren, dansscholen die zich presenteren, bedrijfsleven en natuurlijk ook weer de stamgasten die bijna ieder jaar winnen, hè, die dit jaar er ook weer bij zijn. Dus het belooft weer een mooi feestje te worden, helemaal als het een beetje droog blijft. Waar ga je op letten? Ja, ik hoef niet zo heel erg ergens op te letten. Ik moet letten dat het allemaal goed georganiseerd wordt en lekker loopt, maar de jury wel. Nou, natuurlijk originaliteit, creativiteit, maar vooral ook vakmanschap. Dus we willen zien dat die mannen zelf geknutseld hebben, of dames. En dat is denk ik het belangrijkste. Hoe zie je dat dan? Ja, dat zie ik natuurlijk, want ik heb zelf ook een oog voor vakmanschap. Dus samen met de medejuryleden, dus Cultuurfonds, Mirjam Flik, cultuurmakelaar, iemand van de universiteit die ook meekijkt en een aantal ondernemers uit de stad. En ja, wij zien dan natuurlijk meteen of het zelfgemaakt eigen product is of dat het iets is wat is ingehuurd. En hoeveelste keer wordt dit voor jou? Voor mij de eerste keer. Eerste keer? Ja, okay. Maar Erwin heeft me al goed meegenomen, dus ik weet wel waar ik op moet letten. En je hebt er vast wel een paar gezien. Ik heb er al een paar gezien, ja zeker. Ja, ik ben al een paar keer geweest. Ik ben natuurlijk wel wezen kijken langs de kant. Samen met al die, 50.000 andere mensen of zo, langs de Nieuwe Rijn. Wat is het aan de Peurbakkentocht dat 50.000 mensen trekt, denk je? Nou, het is gewoon, het is eigenlijk voor ieder wat wils. Het is voor iedereen. We zeggen al, het is gewoon een Leids volksfeest. Past een beetje ook bij 3 oktober bijvoorbeeld. Maar de lakenfeesten zijn natuurlijk gewoon een groot volksfeest. En daar komt iedereen op af. Van allerlei pluimage en dat vind ik juist zo leuk. Dus dat trekt ook heel veel mensen.